Wat spannend. Super! En we zijn begonnen. Is het glazen huis van Nijkerk. Zet je in en kom in actie voor 3 goede doelen uit Nijkerk en het 3FM Serious Request. Let's get the party started. Het verhaal gaat dat de Kloosterstraat dicht gaat om zeg maar het rondje Nijkerk weer in ere te herstellen. Dat vindt iedereen een heel goed plan, maar of toch niet? Nou, wij als ondernemers van de Kloosterstraat zijn het daar zeker niet mee eens. Ik bedoel, wij hebben het verhaal ook gehoord en dat vind ik ook het kwalijk in deze. Er worden allerlei ballonnetjes opgelaten, maar de bewoners zelf en de ondernemers zelf, die worden daar niet van in kennis gesteld. En als dat zo zou gebeuren, wat is dan de consequentie? Nou ja, de consequentie is dat als jij achter mij kijkt, dat is dus de bedoeling, dat wordt afgesloten en dat daar een hek voor komt. Gewoon een hek, daar kun je gewoon niet meer in? Dat wordt een hele vreemde situatie. Kijk, als men nu zegt van wij gaan wat verkeersbeperkende maatregelen toevoegen hier in de straat, kunnen wij daar nog mee leven. Want inderdaad, er wordt hier ook al met brommers wat hier keihard doorheen gejaagd en het is gewoon een klein steekje. Ja. Ik bedoel, als je de winkel uitstaat, sta je ook midden op straat. Dus dat snappen wij. Maar om daar nou een hek voor te zetten, nou, dat lijkt me toch helemaal geen goed plan. En hoe ga je proberen dat te voorkomen dan? Nou ja, we hebben onlangs een gesprek gehad met de binnenstadsmanager. Die ook allerlei dingen van plan was. En die had dat dus ook op tafel gelegd. Hij kan daar nog steeds geen zekerheid over geven dat plan van tafel is. Het blijkt ook een klein draagvlak binnen de gemeente te zijn, of de gemeenteraad te zijn om dat te gaan doen. Maar wij zullen ons met hand en tand verzetten dat dat niet gaat gebeuren. Je laat het gewoon niet gebeuren? Als het aan de ondernemers en de bewoners van de Kloosterstraat ligt, gaat het zeker niet gebeuren. Maar niemand is er ook bij gebaat. Want het is ook vanaf de Brede Beek naar het plein toe, is het de doorgangsroute voor heel veel mensen. Iets anders, Van Leeuwen die zei op een video van ons dat er hier op de hoek, zeg maar waar vroeger de Rabobank zat, een horecagelegenheid zou komen met een terras op waar vroeger de fietsenstalling stond. Toen zei u op Facebook dat hij daar belangen bij had. Ik heb daar, er gaan wat verhalen doen de ronde daarover. Ik kan niks bewijzen. Ik weet dat hij ook wat in het vastgoed zit. Ik weet ook, in het gesprek wat ik met hem gehad heeft hij dat ook aan mij aangegeven dat hij iets met horeca wilde. Maar dat het een multifunctioneel bedrijf zou moeten worden. Maar aan de andere kant, ik bedoel, die fietsenstalling daar weghalen vond ik toch een heel slecht idee. Als je nu kijkt wat er in de binnenstad gebeurt. En zeker ook hier in het begin van de Kloosterstraat. Ik bedoel, je komt er met de auto niet meer door. Je kunt niet meer bij je pand komen om te leveren en af te leveren. Dus het is gewoon een hele vreemde situatie op het moment. En dat is zeker niet, zoals hij dat noemt, ontrommelen.